Terwijl die Matthias Lorge toch eerder een aanvallend ingestelde speler is. Thorisson kan eens gaan uithalen en op de paal. Oh, wat een waarschuwing van de IJslandse flankaanvaller. De Schrijver, ja, de tackle van Andy Koshy. En dan op zijn beurt eentje van Vekemans. Dat is een rode kaart. Ja, dat wordt een rode kaart. De achterzak van Van Driessen en het rood voor Daan Vekemans. Beseft, nee, we staan met z'n tienen. Niet te veel in de val gaan lopen. Verlinde van op rechts. En de goede bal en dit is de goal. 1-0 of 0-1 liever voor Beerschot. En het is Thibaut Baten. Beerschot bekroont het overwicht. En Liersen met zijn tienen op een 0-1 achterstand. 12e doelpunt in 22 wedstrijden. En quasi allemaal buitenshuis. De 9e van 12 doelpunten buitenshuis. Is het gewoon om te scoren op het Lisp. Scoorde hier ook al met Club Next enkele seizoenen geleden. En duikt nu op de goede plek. Jan van den Berg lanceert de bal tot op rechts, tot bij Thibaut Verlinde. Die de afgelopen minuten duidelijk goed in zijn vel zat. Verliep vaak via hem. En dan duikt hij op. Op enkele meters voor Jarno de Smet helemaal vrijgelaten. Nog eens kijken bij Liersen is het teruglopen. En dan staan zowel Thorisson als Baten helemaal vrij. Aan de restverdediging bij Liersen. Dit moet de 0-2 worden voor Beerschot. Met Thibaut Verlinde die hem geeft tot bij Thorisson. De Smet komt uit zijn doel en houdt Liersen nog in de match. Voor deze laatste minuten. Tenzij. Thorisson nu tot op links. Andermaal Verlinde. In tweede instantie nu er voorbij, maar dan het schot afgeblokt.